hele goede morgen en welkom bij de Open Dag van In Holland. We zijn hier op de afdeling Communicatie en Media en Entertainment Management. En zij gaat vertellen wat we vandaag gaan doen. Ja, zoals je ziet zijn we live op de streaming vandaag de hele dag te volgen via Open Dag in Holland op Den Haag. Nou, wat wij gaan doen vandaag is zoveel mogelijk bezoekers in de show uitnodigen voor een interview. We zijn natuurlijk ontzettend nieuwsgierig wat iedereen hier komt doen. En wat hun eerste indruk is van de school. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat de dag gaat brengen. Dus oké. Laten we hopen het beste. Ja, inderdaad. Nou, dankjewel, tot straks. Graag. Komt hij naar alle opleidingen kijken of specifiek echt voor de MEM? Nou, of? Ook voor Media Entertainment Management. Dan, ja. En ook nog voor Small Business en Retail Management. Oké. Dat is wel heel iets anders. Ja. Heb je al een idee waar je interesse iets meer... Nou ja, eigenlijk een beetje allebei. Dus ja, een beetje ertussenin. Dus, ja, lastig. Nou, de lastige keuze. Ja. Ja, waarom heb je voor de MEM gekozen? Omdat de MEM een hele brede opleiding is. Je kan elke kant op. En ik wist niet zo goed wat ik wilde. Dus ik wist wel dat ik iets met de muziek of evenementen wilde doen. En dat ik organiseren leuk vind. En omdat de MEM zo breed is, krijg je van alle entertainment en media branches krijg je wat mee. Ik ben Sophie Dijkhuizen en ik ben coördinator van het leerwerkbedrijf Newbie. Okay. Voor tweedejaarsstudent. Okay. Is organiseren ook hetgeen wat Newbie doet? Newbie is eigenlijk het leerwerkbedrijf waar alle tweedejaarsstudenten terechtkomen, dus in hun tweede jaar. En ze gaan eigenlijk voor het eerst komen ze in contact met echte opdrachtgevers. Dus ze krijgen een opdracht waar ze 20 weken mee aan de slag gaan in een team. En ik zorg ervoor dat allemaal goede banen wordt geleid en ben het aanspreekpunt ook voor de opdrachtgever. Zou je MEM in 3 woorden zou kunnen omschrijven? Voor zoals je het nu ziet. Ja, toch wel, ik denk projecten. Mm-hmm. Ja, ook echt leuk. En ik denk ook heel... Ja, ik denk toch ook wel heel leerzaam de opleiding zelf. Dat je heel, ja, ook toch wel via de media en dat soort dingen, dat je heel breed opgeleid wordt. Ik ben zo in de media geïnteresseerd, dus dat ik gewoon echt bij MEM wil studeren, denk ik. Ja, wat ik zelf wel heel leuk vind, is eigenlijk de afsluiting van Newbie. Gewoon een Newbie Award Show. Ja. Maar dat hebben jullie ook ervaren natuurlijk. Ja. Maar dat het gewoon het einde van de hele periode waarin iedereen heel hard gewerkt heeft. En waarin je eerst heel veel zoektochten hebt eigenlijk naar hoe schrijf je een businessplan. Of hoe ga je jezelf professioneel gedragen tegenover de opdrachtgevers. En dan uiteindelijk werken aan een project. En dan zorgen dat het allemaal goed afgerond wordt. En uiteindelijk vieren dat het voorbij is. Ja, en dan op een gegeven moment komt dan echt Henny Huisman. Die zegt van, hallo, goedemiddag, Henny. Hoi. Oké, hoi. Dat wist ik eigenlijk al. Jou zag ik vroeger al op tv, bij de playback show. Zag je bij de playback show. Ja. Toen stond je naast Geert Joling en naast Glennis Grace. Nu sta je naast mij. Ja. Ik had al gekeken op internet dat je hier ook wel... sociaal wel goed voor moet zijn. Je moet van presenteren houden ook wel. En dingen te organiseren en dat soort dingen. Het is wel leuk. Gezellig. Ja, echt leuk. Okay. Veel leuker dan hogeschool. Ja? Sorry. Zeg het nog eens? Ja. Nee, maar... Dat is goed. Het is leuk om te horen hier. Nee, maar ik vind het veel gezelliger hier. Ik bedoel, bij de hogeschool is het allemaal zo kil. En hier is het echt warm. Ja. Het is echt heel, heel warm. Ja, het is echt een woe. De muziekindustrie vind ik heel leuk. Ja. Dus daar interesseer ik me wel heel erg in. Dus artiestenmanagement lijkt me heel erg leuk. Ja. Maar evenementenkant lijkt me ook heel erg leuk. Dus organiseren. Dus ik weet het nog niet precies. Ik vind het uit, spreekt me allemaal wel heel erg aan. Dus, het is vaak ook als je dan iets doet in die richting, dan kan je echt weten of je het echt leuk vindt. Ja. Het is in de eerste plaats ontzettend gezellig. Ik vind het echt hier heel gezellig als je beneden komt, als je hier komt, als je op de gang komt. Ja. Het loopt erg door, vind ik. Hè. Dus het is nu... 2 uur geweest en er lopen nog steeds mensen. Nog steeds, ja. Dus ik vind dat we wel een hele leuke open dag hebben. Kunt u wat leuks vertellen over alle opleidingen? Misschien per opleiding misschien in 3 woorden omschrijven? Of gewoon in het algemeen iets leuks vertellen over? Ja, in het algemeen. En algemeen vind ik het heel fijn dat we hier in Den Haag eigenlijk het brede hbo-aanbod hebben. Ja. Ik zeg altijd met uitzondering van techniek en gezondheidszorg kun je bij ons eigenlijk wel alles studeren. Ja. Een economische opleiding, een sociale opleiding. Nou, media- en communicatieopleidingen. Dus daarbinnen is natuurlijk wel heel veel keus. Ja.
En dan is de COM en de MEM-opleidingen zijn de grootste hier. Samen zijn ze dan de grootste. En dan komt de PABO, een hele grote poot bij ons. En dan de economische opleiding en de sociale opleidingen. Ja, je moet er wel van tevoren wel goed over nadenken. Want ik had dan een jaar Engels gestudeerd al. Mm-hmm. Okay. Dus ik had wel het idee dat ik het wel aankon. Maar ik bedoel, als je net van een middelbare school afkomt, dan kan het best wel zijn dat het wel moeilijk is. Ja. Ja. Dat kan ik wel begrijpen. Bijvoorbeeld vakken zoals FIMA, Financial mm-hmm. Management. Ja. Als je die termen leest, dan snap je dat misschien wel makkelijker in Nederlands dan in het Engels. Dus ja, precies. Ja, en vooral voor mensen die nog niet heel erg goed in Engels zijn. Zo. Ja. Ik heb heel veel studenten gezien vandaag, neem ik ook aan. Ik heb ook studenten gesproken. Ja, 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 ja. En met name over de ouders. Ja, daar ben ik heel vaak voor. Hè? Want laat studenten, of laat aankomende studenten maar met studenten praten, vind ik altijd. Want het ligt dicht bij elkaar. Ja. En zeker voor het betreft hun belevingswereld. En die kunnen dat ook heel goed doen, die studenten. En, ervaring, zeker, zeker. En ik denk toch altijd van, daar staat mijn vader volgens mij. Ja. Of mijn opa. Hè, dat wil ik ook nog wel geloven. Maar dan praat ik vaak met de ouders. Ja. Dat was onze laatste gast voor vandaag. We zijn er doorheen. Ja, wij vonden het heel erg leuk. Hoop dat jullie ook hebben genoten van de live shows. Tot de volgende open dag, zou ik zeggen. Ja, dan zijn we er gewoon weer. Ja. Doei! Tot ziens!